staan er dus al klaar voor. Ja? Nee, dat klopt. Nee, dat is goed. Oké. Ja, de PTT die krijgt ook te maken met hele aparte problemen. In de grote steden is het steeds moeilijker om met de autowerkers te komen. En dus krijgen de eerste heren behoefte aan telecommunicatie op de fiets. Bovendien zijn er mensen die willen uit sportiviteits- en gezondheidsoverweging op een fiets naar hun werk. Maar ze zijn manager en dus moeten ze bereikbaar zijn. De PTT overweegt nu om ook fietsen te gaan uitrusten met telecommunicatie met een telefoon. En daar kan zelfs Fiditel op. Er is natuurlijk wel een forse accu nodig, maar hij wordt verder door de dynamo nog opgeladen. Dit is het eerste prototype wat we laten zien in Wonderwereld. Het is nog niet zeker dat het overigens gaat komen. Maar als het district Den Haag, het telecommunicatiedistrict Den Haag, dit inderdaad gaat doen, zijn er zo'n 200 vrijwilligers nodig die een half jaar lang gratis dit mogen gebruiken. Dat zijn dan dus proefpersonen. Ze krijgen er overigens ook niet voor betaald. Als u belangstelling hebt voor het geval die proef doorgaat om daar aan mee te doen, schrijf dan even een briefje aan het bekende adres, de Tros Wonderwereld, postbus 30 1200 AA in Hilversum. Tot wel eens.